Oké. Okay. Lichte paniek. Wat was dat? Ik weet het niet. Wil ik het weten? Ja. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortal Speelt Subnautica. En welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik heb er weer zin in. En vandaag gaan we er weer tegenaan. Zou ik dat meenemen? Nee, daar heb ik echt heel veel van. En vandaag gaan we iets... deze kant wilde ik op. Ja, ik heb wat beacons klaargelegd. Hier zijn we al. Nice. Dankjewel, beacon. Je kan de labels zelf zetten. Wat goed. Dat wilde ik eigenlijk al eerder weten. Want ik heb hier een Seamoth fragment gevonden. En dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag een Seamoth bouwen. En een Seamoth, of een zeemot... Acquired. Nou, laten we nog even verder gaan met verkennen. Maar ik wil dus eigenlijk zo'n Seamoth bouwen. Dat is een onderzeeër. We gaan een onderzeeër maken. Tenminste, als het allemaal mee zit. We gaan het eerst proberen te maken. Kijken hoe dat gaat. Er is hier nog zo'n... Yep. Die laat ons met rust. Chill. Metal salvage. Wow. Wie was dat? Hier zit een Seamoth fragment. Ja, hier zit er nog een, zie je? Het is ook zo'n stuk. Hier kan je het wat beter zien. Zit er nog iemand achter ons aan? Nee. Okay. Volgens mij krijgen we dan hier twee titanium van. Maar laten we even proberen wat we hiervan krijgen. Ja, 1, 2 titanium. Oké. Dat is prima. En ik zag nog iets gloeien verderop, maar dat zie ik nu niet meer. Dus ik denk dat het gewoon een foutje was van het computerspel. Geeft niet. Zie je er in de verte wel zo'n walvis, als je goed kijkt? Misschien nog hier wat metaal pakken. En dan is het tijd om terug te gaan. Dan gaan we eens even kijken wat we hiervoor nodig hebben. En of we dit al kunnen bouwen. Want ik heb het eigenlijk nog niet gezien hoe we dit kunnen bouwen in de moonpool. Maar ik zie je zo meteen als we weer in de basis zijn. Alright guys. Het bouwen van een Seamoth bewijst nog best wel een probleem te zijn. Je hebt er namelijk een Vehicle Construction Bay, zeg ik het goed? Mobile Vehicle Bay. Dat zou er op zoek zijn. En dat is weer een blueprint. Zit het hierin? Nee. Nou. Lab equipment, wat moet ik hier nou weer mee? Ziet er best ook wel uit. Laten we dat mee naar huis nemen. Maar dat is dus weer een research die we nodig hebben. Net zoals dat we die kamer nodig hadden. Lab Trash Can. Wauw, een trash. Een vuilnisbak. Dat moet gescand worden. Oh my god. Dus ja, meer research. Betekent meer verkennen. Wat op zich best wel leuk is, maar het is wel een beetje meer van hetzelfde. Oké. Ik kan nu vuilnisbakken maken. Niet helemaal waar ik naar op zoek ben. Maar vast wel nuttig. Op een bepaald punt. Misschien. Ik weet het niet. Laten we... wat is dit? Meer... Er zit ook laboratory equipment. Ik kan niet zien wat het is. Misschien even ruimte maken om dat ook op te pakken. Nou, ben ik wel benieuwd. Maar ja, het gaat dus niet zo voortvarend als ik wil. Ik dacht echt dat die Moonpool denkt van... ik ga niet te veel de Wikipedia lezen. Dat is ook niet echt superleuk. Als ik al weet wat er allemaal is en wat er kan gebeuren. Het is ook een soort tankdump anders. Ik heb 3 slots nodig. Ja, dumpshot tank. Prima. Misschien pak ik hem later wel op. Waar is het nou wat ik wilde hebben? Deze unit. Meer lab equipment. Dat is ook gewoon lab equipment. Maar wel andere. Dat ziet er ook cool uit. Anyway, dat gaan we even terugbrengen naar de basis. Misschien dat ik deze tank nog ophaal. Dat is misschien wel handig. Weet je, als ik gewoon die beacon hier uitzet. De beacon die we net hebben opgepakt. Dat komt nog een keer voor terug. Right, dus ik ben even daar aan het zoeken. Ik denk dat ik de meeste kans heb in de kelp forest. Deze. Maar wie zal het zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Dus blijf gewoon nog even zoeken geblazen. Ik kan nog 1 stukje metaal meenemen. Koper, nice. Wens me succes, man. Ik ga echt even keihard zoeken. Maar eerst dit naar huis brengen. Maar daarna ga ik je hard zoeken. Ik ben teruggekeerd naar deze spot. Want we hier de vorige keer hebben de research gevonden voor de multipurpose room. Hé, ik zie daar ook een research liggen. Moet tenminste even... Niet door hem gebeten worden. Scan. Oh, dit is mijn multipurpose room. Oké, daar heb ik geen... Scan het toch maar. En ik vond hier, volgens mij kunnen we dit ook nog scannen. Living wall? Living wall.
Right. Ah, toch beter. Snel omhoog. Planters and pots. Alright. Dus wel een nieuwe blueprint. Zo ben ik eigenlijk een beetje gewoon plek op zoeken, aan het zoeken. Ik heb al best wel. Ik heb al 2 of 3 kelp forests gehad. En ik heb het nog steeds niet daar gevonden. Dus nu twijfel ik echt een beetje waar ik het ga vinden. Dus daarom ben ik deze onwaarschijnlijke plek aan het afgaan. Zit er nou een mug bij mijn gezicht? Ga weg. Probeer een video op te nemen, please. Yep. Dus ja, laat ik even kijken wat ik hieruit kan krijgen. Verder kom ik erachter. Waarom heb ik mijn vinger niet aan? Oh, nee. Het zijn mijn vinnen. Beter. Dat, je hebt wel echt een rebreather nodig om zo diep te duiken. Kennelijk is het zo dat als je dieper duikt, dan ga je sneller lucht verbruiken. Dus daarvoor heb je die rebreather nodig. Dat zorgt voor... Oh, dit meen je niet. Oh, ik dacht dat ik het zag. Huh? Ik dacht dat ik een doosje zag. Huh? Oh. Verzon ik het nou? Ik dacht dat ik hier zo'n research doosje, zo'n blueprint doosje zag liggen. Toen ik vanaf hier kwam. Maar kennelijk heb ik het verzonnen. Ik begin het een beetje. Ik begin een beetje waanbeelden te krijgen. Misschien ben ik te lang aan het zoeken. I don't know, man. Het is wel een beetje crazy. Ah, kom op. Ligt hier toch al gewoon even zo'n blueprintje? Ik vind het wel een beetje een omslachtige manier van spullen vinden. Tegelijkertijd is het ook niet heel erg vreemd. Nou, het is wel een beetje vreemd. Als ik, laat ik het zo zeggen. Als ik op een van dit soort escape pods zou maken. Ja, voor als er ooit met een ruimteschip op zo'n planeet zou stranden. Best wel waarschijnlijk. Maar je ziet hoe ver deze technologie al is. Dus dan zou je wel verwachten dat ze al die blueprints gewoon op een USB-drive of zo even meeleveren van... Hier zijn de spullen die je kan gebruiken om weer opnieuw een onderwaterbasis te maken. En onderzeeboten. maar dat ben ik. We gaan dit meer nemen. Right, ik ga dat even proberen. Wens me succes. Yep. Moet je kijken. The water filtration machine. Oh my god, dit is echt een huge find volgens mij. Want dat betekent dat we niet meer afhankelijk gaan zijn van... hoe heet die vissen? Die zakjes. Hier kan ik gewoon... Kan ik hier naar binnen? Nee, het lijkt me zo. Oké, tijd om eventjes naar boven te gaan. Oh ja, wat ik hier ook gevonden heb. Dit ding. De observatory. Is volgens mij gewoon een groot glazen bol. Die cool is om te hebben. Maar dat is nice. Dus dit is wel zo'n goede find voor blueprints. Een beetje dom dat ik niet eerder hier gezocht heb. Maar ben er wel blij mee. Oh, radiation detected. Wacht, wat moet ik nou doen? Ik hou nog even mijn rebreather aan. Maar het is wel echt zaak dat ik... Oh, hier is radiation, ja. Oh, maar hier weer niet. Oké, dus is een heel klein stukje met radiation. Nou, dat kan ik wel overleven. Ik heb een medkit bij me. Dus dat komt helemaal goed. Als mijn health laag genoeg wordt, dan doe ik dat wel. Alright, laten we proberen om zo'n water filtration machine te bouwen. Oh ja, dit zijn trouwens die lab dingen die ik gevonden had. Dus dit kost 2 titanium. Ik snap niet zo goed waarom het zo goedkoop is. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik een tweede multipurpose room hiervoor heb. Waarom bouw ik er maar eentje eigenlijk? Geen idee. Oké. Oh ja. Dus volgens mij wat dit apparaat doet, is het neemt zeewater. Oh, ik weet al waarom het zo goedkoop was. Zie je onze stroom? Dat gaat een beetje de verkeerde kant op. Maar het maakt water en zout uit zout water. Best wel logisch. Maar dat is dus relaxed. Dat betekent een paar dingen. Dat betekent 1 dat we dus niet meer van die visjes hoeven te vangen daarvoor. 2, 1, 2. Ik doe maar wat. En het betekent ook dat we geen zout meer mee moeten nemen. Ik had sowieso al heel veel zout. Dus dat was niet echt van plan. Maar dit is wel echt relaxed. Laten we proberen om het solar panel... Oh, heb ik daar kwarts voor nodig en niet glas. Woeps. Natuurlijk heb je daar kwarts voor nodig. Dat is veel logischer dan glas. Het ligt hier. Dit wegleggen. Er komt niet zoveel van onze onderzeeboot. Dat vind ik wel echt een beetje jammer.
Overigens heb ik meer kwarts nodig. Oh, ik heb net al dit glas gemaakt. Ja, oké. Okay, maar ik ga wel nu even al mijn kwarts uitgeven. En dan haal ik wel weer nieuwe. Maar in ieder geval de wereld aan glas. Dat wel. Oké, okay, bouw dit hier. Oh, dit kost maar één kwarts. Oh, oké, okay, chill. Dat is prima. Oh, ik moet hier eventjes een nieuwe batterij in doen. Ik leen wel eventjes de batterij van mijn scanner. Die eruit. Homebuilder. Al die apparaten, die gaan echt... De stroom gaat er door. Overigens, ik had jullie verteld dat je door scanners te maken je batterij weer kan opladen. Dat is nog steeds waar. Maar het blijkt dat er ook een batterijoplader is die we nog niet kunnen. Zou dit genoeg zijn? Ja, we hebben niet meer kwarts meegenomen, dus het moet wel genoeg zijn. Oké. Okay. Kijk hoeveel power we hebben. 250. En de power loopt op. Ja, de power loopt echt op. Gaat dit dan ook beter doen? Oh, kijk, hij zit al op 13% water. Ah, dat is wel echt relaxed. Dan moeten we er waarschijnlijk meer hebben. Als we er nog zo in willen bouwen, dan hebben we dus vooral meer solar panels nodig. Kunnen we regelen. Kunnen we regelen. Anyway, de zoektocht gaat verder. Laat ik een nieuw kelp forest proberen te vinden. Daar ons geluk proberen. Oké, okay, mijn... Wow. Eerst hebben we deze lekker prikken. Nachtelijk gevecht. Bam, gewonnen. In mijn zoektocht... heb ik dit gevonden. En... dit is weer echt zo'n momentje dat ik zoiets heb van... wauw. Ice stalk. Het lijkt alsof er bloed op zit. Wat is het? Oké. Okay. Kennelijk zou dit een soort van rondloop of zo. Creepy. Is dit gewoon een kristal? Oh, dit is een hele grote. Aha, die kun je dan later mijnen, denk ik. Dit is een nieuw soort cave die we hier gevonden hebben. Ik heb niet echt superveel... Oh, wat is dit trouwens? Oeh, mercury, dat is... mercury, dat is kwik, toch? Ja, ik zeg het goed. Dat zijn niet allemaal nieuwe spullen, joh. Titanium, nou, dat ken ik al. Alright. We moeten naar boven. Laten we eerst nog een beetje van dit pakken. Want dat hebben we nog niet. Oh, snel. Oké, we gaan. Doei. Laat maar. En er was hier nog beneden net een research die ik zag liggen. Maar ik kon hem even niet scannen omdat ik bijna werd doodgebeten. Ja, ik ben er. Rustig. En dat was voor de power cell charger. En daar ben ik wel blij mee. Dat is hetzelfde als de battery charger waar ik het straks over had. Dan ben ik hem alleen wel kwijt. Dat is dan weer een beetje triest. Hij was net nog hier. Anyway, die power cell charger gaat natuurlijk gewoon power cells opladen. En dat is super chill. Want, ja. Anders dan moet je de hele tijd nieuwe krachten. En dat is natuurlijk vet duur. Dus dat is goed. Zijn dit? Jawel, deze kan ik toch oppakken, ja. Oké, ik ga even verder zoeken. Oké, ik heb mazzel. Ik heb hem teruggevonden. En er lagen er twee naast elkaar. Bam. Er liggen hier nog meer spullen. Even kijken. Oh, weer een power cell charger. Ik haal hem toch maar even weg. Anders dan zie ik hem de volgende keer liggen en denk ik, oh, hier is het. Maar is het gewoon nog een power cell charger. Dat zou een teleurstelling zijn. Dat ga ik vermijden. Oké, ik ben terug. Goeie nieuws is, we hebben genoeg stroom. En... kijk hoe goed het eruit ziet, jongen. Oh, ik kan het al proeven. Pak. Fles water. Big filtered water. 15 os. Plus 50 HPO. HPO. H2O. Wow. Is hij nou meer zout aan het bouwen? Nee. Oké. Dit is echt waanzinnig. Ja, dus dat zou betekenen dat ik waarschijnlijk voor echt een... ja, als ik er gewoon nog één bouw, dan ben ik klaar. Dus daar ben ik eigenlijk al voor. Dus dat ga ik denk ik zo meteen doen. Dan gaan ze nog zo'n water purifier neerzetten.
En dan hebben we gewoon meer van dat. Hebben we gewoon genoeg water. Niet meer dan dat we op kunnen, maar ongeveer zoveel als dat we drinken. Dat is echt wat pro. Oké, ik heb nog wat van het mercury gevonden. En ik heb ook lithium gevonden. Dat is een klein paars kristalletje dat je kan vinden. Die heb ik nu ook. Ah, oh, nu is mijn. Dat ik 4 lithium heb, is dit een beetje verschoven. Nee. Oké, maakt niet uit. Maar ja, het zit mij helemaal niet dwars. Waarom zou het? Ja, wat ga ik hiermee doen? Dit zit ook alweer helemaal vol. Mijn kisten beginnen een beetje. Dus ik zeg het alsof het iets slecht is. Maar ja, door al dat zoeken vinden we natuurlijk echt enorm veel spullen. Ja, wat moet ik nou met al die spullen? Opbergen. Ja, oké. Weet je wat ik kan doen met dat zout? Ik kan met het zout al die visjes gaan pekelen die ik vind. En ik geloof dat die Reginald ook gewoon best wel prima is als je hem zout maakt. 44 food, kijk, dat is echt nice. Dan gaat hij dus heel lang mee. Dit is inderdaad een goede kist. Langer dan die pepper, zie je? Pieper, pepper, whatever. Die ene. Haha, de quest duurt voort. Was niet erg. Ik vermaak me wel. Lekker zwemmen. Ik ben ondertussen, ik heb ook gewoon pen en papier erbij gepakt. Want ik kwam erachter dat als je op F1 drukt. Wacht. Woep. Zo, nu kun je hem net iets beter horen. F1 drukt, dat je de coördinaten kan zien. Ziet er een beetje uit. Ja, het is de debug, logging, bla bla bla. Moeilijke computer worden, coolness. Maar je kan je coördinaten zien. Ik had eigenlijk bedacht van, oké, deze helm zit al een kompas in en een dieptemeter. Klinkt wel alsof ik mijn coördinaten zou kunnen weten. Of in ieder geval relatieve coördinaten. En ik heb dit gevonden. Battery charger fragment. Dat zou echt super chill zijn. Dan hoeven we niet meer het scanner trucje toe te pakken. Auw. Wat was dat? Dat zijn die soort piranha's waarschijnlijk. Die zijn best wel moeilijk om aan te zien komen. Was het die dude? I don't know. Dus ik hoop dat die battery charger, dat ik daar die andere nog meer fragments van kan vinden. Dat gaat me wel echt vet veel titanium schelen. En het is ook gewoon makkelijk. Je moet altijd scanners bouwen, dan moet je weer weggooien. Blablabla. Dus ja, en verder probeer ik dus gewoon hier de boel te... Oeh, wat is dit? Waar hebben we hier al een keer geweest? Ik heb het gevoel van... Niet. That's nice. Even kijken, we hebben 2 zuurstoftanks bij zich, bij ons. Is dat een ei? Ja. Oh, die hoef ik niet. Dus dat betekent dat we wel eventjes dit kunnen gaan scouten. Betekent waarschijnlijk ook... Oh, ik had waarschijnlijk... Ja, waarschijnlijk heb ik hier mijn... hoe heet het? Die lasercutter voor nodig. Betekent waarschijnlijk ook... dat we deze aflevering geen onderzeeën meer gaan maken. Oh, het zag al een beetje naar uit. Maar oké. Laten we gewoon even kijken hoe ver we kunnen komen hiermee. Oh, er ligt ook een pot naast. Zie je dat? Daar eerst maar even kijken. Misschien kunnen we makkelijk spullen verdienen. Moeten die dudes... Het voelt wel bekend allemaal, dit hoor. Oké, dit is... Life Pot 17. Zijn er nog... gasten die ons gaan aanvallen? Volgens mij gaan deze ook... Nee, hier. Ah, daar is de PDA. PDA, pak het. Fire extinguisher vast. Andere spullen... die ik kan hebben. Ziet er niet naar uit. Oké, hier dan misschien. Hoeveel lucht hebben we nog? 50, dat is ook niet veel. Gewoon even inspectie doen. Het ziet er niet goed uit. Oh ja, en dit is... Oh, hier is research. Kijk. Bioreactor fragment. Oh, word ik nu gebeten? Er zit wel een beetje veel... Een beetje veel monsters hier in de buurt. Laat ik eventjes wat lucht halen. Misschien moet ik sowieso even... Snel, eet dit. Oep. Ik ga even restocken en mijn spullen meenemen. Maar dat, eerst ga ik wel eventjes een beacon achterlaten. Beacon deploy. En dan zou ik, als ik het netjes doe... edit beacon label. Yep. Wrak. 1? Dat is prima. Oké, ik zie zo meteen weer. Dan gaan we even dit wrak leeg trekken. Right, we zijn niet bij het wrak, zoals ik had beloofd. Mijn excuses. Oeh, dit is misschien wel een goede plek. Misschien is dat een goede plek. Dat komt namelijk omdat... keuzes.
Ja. Sorry hoor. Dat komt namelijk omdat ik een tweede blueprint heb gevonden. Ja, een tweede research voor de battery charger. En dat is echt super chill. Dus nu kunnen we dat gaan craften. Laten we nog eventjes een copper wire erbij duwen. En dan hebben we alles. Ja, die had ik gevonden. En ik was vergeten op te nemen en spijt me. Maar je kan nu wel erbij zijn dat we het gaan bouwen. Dus dat is goed. Oh, dit is eigenlijk wel een veel betere plek. Lekker bij de deur. Oh nee, wacht. Misschien heb ik hem liever. Deconstruct. Yep. Geef me allemaal spullen terug. Hier. Kunnen die twee boven elkaar hebben? Dat zou echt zwaar ideaal zijn. Volgens mij wel. Ja. Oké. Okay. Eentje is nu genoeg. Maar dan ga ik er nog eentje bouwen. Bam. Oké. Okay. En dan nu klik. En dan lege batterij. Kun je niet rechtermuisknop? Nee, ah, jammer. Je kan niet met rechtermuisknop, dat is jammer. Maar dat geeft niet. Oké, okay, en dit gaat 5, 6, 7, 8. Oké. Okay. 8 seconden per tikje. 800 seconden. 12 minuten of zo, zoiets. Iets in die trant. Oké, okay. Dat is prima. Dus dat betekent dat als ik terugkom van duiken, heb ik 4 batterijen. Nou, ik moet eten. Ja, je moet wel goed eten. Ja, je bent mijn moeder niet. Rustig maar. Maar dat betekent dus dat we, als we even een stevig potje gaan duiken, dan hebben we dus gewoon weer een nieuwe batterij als we thuis komen. En dat is echt super chill. Dus nu hebben we echt een enorm overschot aan batterijen. Wat niet erg is, want we kunnen de batterij ook gebruiken om, hoe heet het? Neem even dit mee. Neem even lekker veel zuurstoftanks mee. We kunnen dat ook gebruiken, die batterijen, om powercells mee te craften. Dus dat is dan wel weer echt chill. Weet je wat, ik ga even zo'n zoutvisje eten, als ik die nog hier heb. Ik heb niet zo zin om hierover na te denken. Nam. Vital signs. Goed nummer trouwens. Op naar het wrak. Wrak 1. Oké. Okay. Geloof het of geloof het niet, maar we zijn gewoon weer niet bij het wrak. We zijn weliswaar bij een wrak, maar niet het wrak. Wat prima is. Wrak is een wrak, vind ik. Dus, ik reken hem goed. Ik hoop jij ook. Laten we even kijken wat we hier gaan vinden. Trouwens, ik heb net alle beestjes moeten afvechten hier die hier in de buurt zaten. Er zijn weer nog een... Snij nog een deur open. Oh, dit kan ik gewoon openmaken. Chill. Het is wel mijn tip. Vecht gewoon met alles wat er in de omgeving is voordat je begint met het opensnijden. Want dat is super chill. Kan ik dit open? Deze kan ik dan weer niet openmaken. Hè? Een raar spel. Dat is toch ook gewoon een deur? Ah, oké. Okay. Dit kan ik allemaal niet scannen. Nee. Nee. Oeh. Ik kan ook gewoon hier naar binnen. Heb ik daarvoor al die moeite gedaan? Misschien dat ik gewoon beter moet kijken. Oh, dit is ook een deur naar buiten. Ik wil niet eens meer door je deur. Maar er is dus nog gewoon wel een andere deur. Oké, dan moet die nog even opensnijden. Laten we alvast een beginnetje maken. Ook al kunnen we echt 3 stukjes snijden. Alright, en de deur is bijna open. Show me the money. Show me the money. Wat is het? Oeh, knap meisje. Dude, is er nou echt gewoon niks hier? Of kennelijk had ik al. Oh ja. Oké. Dat is wel een goede tip trouwens om even te drinken. Yo, er is gewoon niks hier. Oké, laten we gewoon... ja, we hebben in ieder geval dat ding gescout. Dat betekent dat ik eventjes op een coördinaat kijk. En dan kijk ik, oké, min 400, min 250. Maak even aantekening op de map. Dat ik er niet zo meteen weer denk, oh, hier is een nieuw wrak. Nou oké, ik heb nu die dingen opengemaakt. Dus dan hoef je in principe niet meer... dan zie je best wel makkelijk dat je hem al gehad hebt, maar dat is wel echt prima. Ik schrijf het zo meteen wel even op. Je kan het ook op internet zo'n map kijken, maar dat vind ik niet leuk. Het is een beetje... want iedereen speelt volgens mij wel op hetzelfde level, als ik het goed heb begrepen. Dat betekent dat je ook gewoon dingen kan opzoeken. Ik zou ook kunnen opzoeken waar ik de research moet vinden voor een onderzeeboot. Of die mobile vehicle bay. Maar dat vind ik een beetje flauw. Ik wil gewoon alles ontdekken en ik denk van ja, ik vind het leuk om gewoon rond te zijn, maar ik vind het ook leuk om het een beetje systematisch aan te pakken. Dus dat ik...
Ik zwem namelijk uit mezelf vrij vaak gewoon precies naar het noorden of precies naar het zuiden. En dan weet je dus nooit, kom je dus nooit op plekken die je nog niet hebt gehad. Maar als je het op een kaart gewoon zet van, oh, ik ben hier al wel geweest of daar niet geweest, dan kun je goed zien van, oh, in dit gebied is veel te vinden. Dan gaan we daar eens kijken. Dus dat hoop ik een beetje dat dat gaat werken. Trouwens, nu weer toch zijn. Deze zijn gewoon bijna vol, man. Weet je, laat ik ze... Zal ik ze uithalen? Ja, misschien kan ik ze gewoon... Ik denk niet dat het echt zin heeft om alle batterijen echt helemaal vol te maken. Maar als we gewoon de lege voor de volle ruilen, dan is het wel prima. En dan worden die zo meteen vol. Ja, oké, dat is goed. Laten we even kijken naar de... Als we water nodig hebben, dan krijgen we misschien ook wel... Ja, precies. Filtration machine. 2 fles water. Sick. Ja, drink maar op. Dikke prima. Alles is voor Bassie. Kom maar door. Oh ja, en ik heb een nieuwe kist. Hallo, nou we toch hier zijn. Kunnen we even updates doen. Ik heb meer solar panels gemaakt. Je ziet, we hebben 400 power capaciteit. Kist gemaakt hier. Ik heb bedacht dat ik de kisten weer zo ga zetten. Dit is een beetje een hurtwall trucje om de kisten zo rug tegen rug. Maar dan kun je er meerdere hebben. Binnen een... Kun je ze dichter op elkaar zetten, maar er toch bij. Want je kan er best wel prima van de zijkant gewoon nog bij. Tussendoor een korte tip. Kijk. Pro tip om dingen te vinden. Even met je lampje knipperen. Zie je? Piep, piep. Als je mazzel hebt. Zie je gelijk deze liggen. Nou, wat zal het zijn? Oh, nog zo'n battery charger. Oké, daar hebben we nu echt vet veel van. That's okay. Dubbel en dwars verdiend. Letterlijk. Het is een beetje donker, maar... Tweede bioreactor fragment... Oh, super nice. Dus die gaan we volgende aflevering. Oh, is dat de eerste? Ik dacht dat ik er net ook eentje had. Hè? Huh? Hey, bij. Dat is weird. Maar ik denk dat ik er zo meteen nog eentje ga vinden. Ik denk dat het is wel chill. Want die solar panels zijn wel prima. Alleen ze leveren niet zoveel stroom op. Dus ik kan wel een manier gebruiken om meer stroom te krijgen. Overigens, het ding wat we hierin moeten is echt enorm. Dus ik vraag me echt af hoe ik dit een beetje systematisch ga aanpakken. Volgens mij is het antwoord... niet. Gewoon proberen in te... Kan ik hier niet in? Oh, dat is jammer. Laten we hier proberen een ingang te zoeken. Misschien hier. Hier was ik volgens mij net ook. Oh, hier zit de elektriciteit. Is het een beetje kapot. Oh, ik kan hier verder. Heb ik hiervoor genoeg adem? Ja. Oh, hier is een research dingetje. Battery charger. Ja, dat is echt de vijfde die ik vind in een half uur. Oh, hier nog één. Weer battery. Oh, ja! Ja! Awesome! Oh, 1 uit 3. Oké, chill, 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 chill. Oh, nice. Dit is echt een goed teken. Oh, het is niet te donker. Want dat betekent dat we... Nog één, for reals. Ja, ik ga het gewoon scannen, anders zit het zo meteen in de weg. Zitten nog meer dingen? Nee. Oké. Eventjes. Is het tijd om adem te halen? Ja, als we zo meteen heel diep kunnen, dan willen we wel genoeg adem hebben. Kijk nou. Het is echt enorm. Oké, volgens mij is dit ook wel een goede ingang. Ja, 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 oké. Battery charger. Snel even opruimen. Ik ga zo meteen wel al die titanium droppen, wat we niet nodig hebben. Yes, de tweede. Oh, sick, 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 sick. Dit wordt echt... Nog een battery charger. Scan het maar gewoon even lekker. Ondertussen hoor ik echt allemaal beesten om mij heen. De tweede bioreactor. Daar is die. Bam. Yes! De derde mobile vehicle bay! Ik ben nu ook echt heel blij met research. Ik ben ook blij dat ik het niet opgezocht heb. Want ik zat zo... Oh, misschien... Ik wil ook graag een boeiende aflevering maken... maar ja, dit spel gaat ook een beetje om de struggles gewoon van al die research vinden. Dus, en ik denk dat het wel een mooie midden... Kan ik hier ademen? Nee. Ik denk dat we wel een mooie middenweg hebben gevonden door het wel op te schrijven. Ook al heeft het me niet super veel geholpen. Maar niet de coördinaten van de wrakken op te zoeken op internet. Ja, dat zou een beetje flauw zijn geweest. Ik heb het nu al echt... Nu hebben we het echt zelf gedaan, weet je. Dat is echt wel beter. Oh, volgens mij kan ik hier naar buiten. Anders dan... Oké. Okay. Lichte paniek. Wat was dat? Ik weet het niet. Wil ik het weten? Ja. Nee, ik heb er geen tijd voor om uit te zoeken wat het is. Niet stroom in gaan. Hier moet ik heen. Oké.
Hierheen. Hier is nog een research. Die pak ik zo meteen wel. Ja, weet je, ik ga het wel. En dan pak ik de airsack. Die brengt ons automatisch omhoog. Ik weet niet. Ik denk dat ik die airsack eigenlijk niet zo chill vind. Ik denk dat ik liever voortaan een extra batterij neem in plaats van de airsack. Want met de airsack kun je weliswaar best wel snel omhoog. Maar volgens mij werkt het alleen op hele grote dieptes pas echt goed. Dus anyway. Ja, we kunnen dus nu dat bouwen. We hebben overigens de wereld aan titanium. maar ja, dat gaat het doen voor deze aflevering. Zijn we echt flink geprocht met blueprints. En onze basis ziet er ook alweer wat beter uit. Dus volgende aflevering wel nog een zeeboot bouwen? Ik durf het eigenlijk niet meer zo goed te beloven. Maar ik denk wel dat het echt gaat lukken. Wat is dit? Geen idee. Right. Anyway, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Laat alsjeblieft een like achter. Laat in de comments achter of jij nog tips hebt om research te vinden. Misschien wel relevant. Misschien andere tips. I don't know. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!